Henk Linker, 40 jaar lang organist. Hoe voelt dat? Dat gebeurt. Ik ben ooit begonnen, kreeg mijn eerste aanstelling en dan, als je dat maar lang genoeg doet, dan zijn de 40 jaren zo voorbij. Hoe kijk je terug op deze 40 jaar? Met heel veel dankbaarheid ik heb met heel veel plezier mijn kerkorganistschap, want daar gaat het eigenlijk om, hè. Heb ik dat gewoon gedaan. Wat is het leuke aan het bespelen van een orgel? Heel veel dingen zijn echt heel fijn. Het is de diversiteit. Het spelen van literatuur uit vele eeuwen, waarbij je allerlei klankkleuren kunt gebruiken. Want elk orgel heeft registers en elk register brengt weer andere klankkleuren voort. En om daarmee te experimenteren, om dingen uit te zoeken, om te goed luisteren, wat vind ik mooi. En de ruimte laten meewerken, het is allemaal prachtig. En daarnaast uiteraard ook het begeleiden van gemeentezang, vooral in protestantse kerken, maar ook de koorzang. Dat geheel maakt het tot een heel boeiend bestaan eigenlijk als kerkorganist. Sinds 1995 treed je op met mezzo-sopraan Valeria Burmistrova. Hoe anders is een optreden vergeleken met je normale, tussen aanhalingstekens, orgelspel? Nou, laat ik als eerste zeggen dat mijn samenwerken met Valeria mij enorm heeft gevormd. Omdat alleen orgelspelen is een totaal andere bezigheid dan wanneer je een zanger of een instrumentalist die met adem werkt, om die te begeleiden, want je leert. Dus ik heb heel erg geleerd om te luisteren naar de adem en hoe je zo mooie zinnen kunt spelen samen met de zanger of met een instrumentalist. En dat vertaalt zich ook in het spelen van literatuur als ik het alleen moet doen, zonder iemand erbij, zeg maar. Dus qua interpretatie heeft mij dat ook erg gevormd. 40 jaar lang organist, wat zijn je plannen voor de toekomst? Nou, gewoon lekker blijven spelen.